eerste vraag is, waar gaan we naartoe, man? Hé, heren, waar zijn wij nu? Heen. Waar zijn we nu? Wij zijn nu net voorbij Den Bosch, Hedel. Kijk, daar staat aangegeven Hedel. We zijn net over de Maas heen, richting Schiphol. Beetje moe, vriend? Nou, ik heb al een paar uur gereden. Oh ja, ja. We zijn er. Het is hier wel een beetje druk, hè? Valt het mee? Ben je aan het zoeken? Ik heb de zonnebril erin. Ai, 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 kwiet. Ik denk dat dat jasje eventjes hier is. Zeventien had je. Maar achter. Best naar vijf. Let op in, let op in. Hey Rien, wat is er eigenlijk met die ene fles gebeurd in jouw kop? Hoezo is dat mijn fles? Oh, dat is niet voor jou? Nee. Nee, zo. Nee. Maar waarom ruik je... Hij lijkt er wel veel op. Waarom ruiken die kleren van jou zo lekker? Ja, maar ik dacht, laten we eens een keer de parfum alcohol lucht gebruiken. Hey mannen, waar zijn jullie? Hey, zo hey. We zitten hier in... Koskenine? Ja, sorry. Koskenine. Koskenine, ja. Hartola. En we zitten te wachten op de meekoos. Mannen, ik ga vandaag de dagprijs winnen. Tainion Virta. Kwak. Nee, hier gaan we niet doen. Nee, ik denk gewoon dat wij daar aankwamen rijden, dat zag je wel. Hè? Hier gaan we het niet doen. We lullen nergens over, maar ik wil wel iets met... Voel eens, hoe is het water koud? Nou, dan gaan we jongens even laten maken. Hey, rustig aan. Nou, ik vind het vrij koud. Ja, ja, ik ben toch al een kooppunt. Is dit dan het huisje? Dit is het huisje, ja. Kort. Is toch wel mooi, hè? Ja, dit is voor jou, Rien. Moet het water wel iets meer stromen? Wat staat hier? Hé! Hey. Is die man nog niet wakker? Goeiemorgen.
Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij heerlijk geslapen, Leo. Ja. Af en toe een keer wakker, moet kunnen, hè? Ja, ja. Hey, doe je beste, vriend. Hey mannen, zijn we er bijna? Ja, we zijn zeker nog 1,3 kilometer moeten we rechtsaf. En dan nog een kilometer, dan zijn we er. Nou, dan gaan we dadelijk op de kaart kijken. Het mooie daarvan is dat we zo meteen nou wel de Karstula Koski überqueren. Is dat zo? Is dat staan? Oh, je tikken wel een paar kleintjes uit. Dan wordt het pak wel groter. Hey, maar zien jullie van hoe laag dat water staat? Dat is een meter lager. Ja, een meter, ja. Wat ik net zei. Ja. Ik zei gewoon van, nou, we gaan gewoon vissen. En als het goed gaat, dan blijven we langer. En als het niet zo goed gaat, gaan we eerder terug. Dus zo simpel is dat. En met andere woorden, de kans is groot dat pas om nu of 9 vanavond genepen. Ik denk dat het aan de vroege kant is. Stel je eigen voor, het is natuurlijk maar een voorstelling, hè? Dat is, als een van ons drie nou een vette. Een hele. Een hele echte heeft. Ja, dan... Gaat die dan in de paella of in de lasagne? Nee, of waar gaat nee. Kom eens. Wat ben je doen daar? Ik ben hoppie aan het maken. Oh, lekker, wat heb je in de handen? Sla, bakken, aardappeltjes, een stukje vlees. Goed jong. Lekker man. Vertel eens, wat was het vanmorgen? Een 20e man? 20e man. Minimaal. Zeker. Ja. Wat wordt het plan? Waarschijnlijk morgen met de boot te gaan. Omdat het te hard zou waaien. En het zou windkracht 5 zijn, zouden we niet op water gaan. Waar is onze andere vriend? Hé, hey, kameraad. Kameradski. Hoe is hij? Is goed. We hebben even de ochtend geëvalueerd. Ja. Ja. Wat is er uitgekomen? Niks. Waar zijn we? Waar zijn we? In the middle of nowhere, man. Wat? Wat? Ik hoop met je camera. En Rien, wat had je net? Ik had een snoek. Dus ik had hem net ingegooid.
En ik denk, gaf nog mijn beet. Wie heeft er vandaag hier een snoek gevangen? Dat moet ik zeggen. Wie heeft hem eraf moeten halen? Omdat die andere het niet helemaal terug zitten. Ik had geen tangetje. Dat was het. Dat was de reden. Wat zei ik toen? Dat is niet mijn probleem. Kwak, heb ik die snoek in mijn gezicht dan. Misschien hou je ook aan de snelheid. Zeker, ik kom mij aan 80. 1 uur te gaan. 1 uur. Zo hoog is de nood om een forelletje te scoren. Het is het ene heuveltje na het andere heuveltje. Bosje na bosje. Af en toe een huisje. Nu is de bedoeling dat na deze heuvel een eland staat. Ja, we hebben afgesproken. Het zou toch wat zijn als er nou in stond. Jongens, heel Monkowski. Ja, vanaf 12 uur. Gaan we nou toch eindelijk dat verhaaltje van de jongens. Hilmon. Hilmon Koski. Dit doen we nou al 5 dagen. Door het groen struinen. Rien voorop. Van ons allemaal. Pssst, waar ben je? Yo. Even pauzeren dat hij erin heeft. Hij heeft een hele mooie vis gevangen. Yes, wait a minute. Not too close. Wow. You throw me yourself out. Oh la la, very fat. Yeah, healthy, like healthy fish. Yeah, it's good. Healthy fish. Wow. Good job. Yeah. What is that? Een forelletje. Geef mij de voorkant. Tada. 47? Nee, 37. 37, ja. Ah. 38. Hij moet een 2 gooien. Had je echt van hem gewonnen? Ja. Nee. Nee, vraag dan heel. Och jongen, hij laat je gewoon winnen. Ja. Hij laat je gewoon winnen. Nou, hij laat me gewoon winnen. Ja, dat moet je hier zien. Dat is een 1. Een 1. En geen 2. Nee, ik zat er ook een millimeter naast. Nee, geen gauw hoor. Niet die steen naar voren, ja. Deed hij het dan weer? Hij deed het weer. Het is gelukt. Ja, het is gelukt. Alleen, het was niet zo overtuigend, chef. Ja.
Waar gaan we naartoe, man? Zeg eens, wat wordt het vandaag? Het is donderdag. Huapanan Koski. Ja. Mannen! Ik denk dat wij naar de overkant moeten. Ja, jongens. Hé, hey, dubletje. Dubletje. Geen vrouw. Ja, ja. Nog een volgendje. Ik zeg, hier moet ik weg. Hier zit ik niet goed. Dus echt naar het witte toe. Ik had 4 kleine verhelletjes. En toen kreeg ik niks. Gewoon niks. Ik denk, weet je wat, ik doe er wat anders aan. Ik doe er wat anders aan. Van. En toen hak ik hem. En de mannen? Nou, maar Leon even dit. Laat even kijken aan... Laat even kijken wat je eraan zet, Leon. Een kleine setje. Dat is klein, hè? Dat is een dikke vette. Ja, een dikke vette. Een Rien Eipeler, dat is er ook een. Nou, dan die van mij eens even kijken. Ik heb een klein muggetje eraan. Klein muggetje. En denk je dat ze dat daarop kunnen doen? Wat is gebeurd, Leon? Ik ben in het water gekiept. Beetje nat geworden. Heb je? Je moet het over hebben als je de, ja, als je de grootste vrouw bouwt. Waar is nummer 3? Ja. Waar is nummer 3? Hey. Als je het over een duivel hebt. Het lukt hem toch elke keer weer. Ik moet zeggen, ik zag het gebeuren. Ja, je zag het gebeuren? Ja, dat was een hoop geplons. En in één keer... Ja, ja, maar daar aan de kant is het hartstikke diep, man. Ja. Wij zijn bij de Rakinen Koski. Dus daar gaan we naartoe lopen. Mooi, snel, wit water. Een local met een plug. Hij had gisteren een hele dikke daar, zei hij. Hoe heb jij die ogen van die hengel zitten?
laatste sessie. Leo, alles droog? Nee. Je weet waar het van komt. Hier heb ik goed gevangen, op dit plekje. Mooi. Oh, mooie dikke. Vorren. Doen we het voor vandaag. Hij is goed, hij is mooi. Welke nim? Met een zwart kogeltje. Ja, wat hebben we? Proost. Proost. Ah, dat is lekker. Hebben we dit verdiend? Dat hebben we zeker verdiend. Ja. Hoeveel heb je er vandaag getikt? Tot nu toe 11. Gaaf. Een mooie baard. Nee. Een voren, kijk eens, een mooie dikke voren. Prachtig. Op de bovenste nim. Dat moet verboden worden. Wat je Leo? We hebben een rustmomentje. Hebben we dat verdiend? Ja, hebben we verdiend, jongen. Ach ja, leef hem één keer. Pietje, hoeveel had je er hier laatst op deze plek? 18. Ja, ja. Echt? Ja. Ik heb nog een paar mensen die dat kunnen behalen. Ja jongens, ik kan ook maar eentje. Daar komt ie. Het zijn allemaal mooie voren. Netjes onthaken. Waarschijnlijk. Ja, dat mag weer. Waar staan dat? Wow! Wow! Ho, 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 ho. Een hele dikke bal. Mooi gehakt. Wauw. Hoppa. De absolute killervlieg van Hayastenkoski. Jongens, iets weemoediger, ja? Dit was de laatste minuut.
voordeel is eigenlijk wel dat we ook eens wat zien, hè? Ja, we zien wat huizen. Godverdorie, in een hele mooi dorp. Ja. Eens kijken. Zes huizen. Oeh, dit was niet zo mooi. Wat zit daar nou? Woont daar nog in? Hé, benzine. Dat is wel heel duur, hè? 1,72, had je idee. En je 64, je moet de 95,110 hebben. Sorry. Kijk eens, een mooi huisje. Mooi meer, hè? Oeh, een groot meer. Jongens, hier wil je echt niet wonen. Echt. Kijk, jongens, een kerk recht voor ons. Er is echt niks te doen. Hoe gaat het nou zonder telefoon? Ja, maar je bent er nog niet, hè? Staan we dan, man? Hey, wat viel ons hierop? Wat viel ons hierop in deze... Kom je in Tokio zitten. In Tokio? Hoezo? Ja. Komt niks. Komt gewoon niks. Geduld is een mooie zaak. Schone zaak. Alleen ik heb er niet zoveel van. Nee, we hebben het gewoon niet. Mogelijk is het niet meegekomen. Leon, wat jij? Wat u? Wat zei u? Mogelijk is het gewoon niet in het vliegtuig. Ja. Ja? Kom dan maar goed. Kom dan maar goed.